Waar komt de Europese obsessie voor de Palestijnse zaak vandaan? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. De Europese Commissie trekt opnieuw extra geld uit voor de Palestijnen. Straks een gesprek over de Europese obsessie voor de Palestijnse zaak met Ruben Ridderhof van Israël Actueel. Maar eerst Groningen. De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk omlaag naar 12 miljard kuub per jaar. Dat adviseerde staattoezicht op de mijnen vanmorgen aan minister Wiebes van Economische Zaken. Gisteren presenteerde de minister al een nieuw schadeprotocol. De NAM speelt hierbij geen rol van betekenis meer. En tot slot presenteerde ook het Gronings Perspectief een onderzoek naar de immateriële schade van de aardbevingen. Uit dat onderzoek blijkt dat elk jaar minstens 5 mensen overlijden aan de gevolgen van de aardbevingen. Aan de telefoon heb ik Liebrecht Hellinga, predikant van de Baptistengemeente Appingedam en lid van het platform Kerk en Aardbeving en ook lid van het Groningen Gasberaad. Goedenavond, meneer Hellinga. Ja, goedenavond. Vanuit uw rol als predikant heeft u veel te maken met die psychische klachten als gevolg van die aardbevingen. Geeft dat nieuwe schadeprotocol dan meer rust aan de inwoners? Het nieuwe schadeprotocol is in ieder geval met een licht gejuich ontvangen. Een licht gejuich? Ja, een licht gejuich. En dat heeft vooral te maken met toch wel het ernstig beschadigd vertrouwen. Maar het protocol zoals het er nu ligt is zeker een protocol waarin de regio zich herkent. En wat dat betreft roept het ook wel iets vertrouwen op. En dat moet nu gaan blijken. Ja, dat moet nu gaan blijken. Dat hele loket moet zo snel mogelijk opgetuigd gaan worden. Mm-hmm. Gaat dat dan voornamelijk ook die immateriële schade die mensen hebben, dus de psychische klachten die mensen hebben, ook verbeteren? In het schadeprotocol zoals dat nu ligt, staat ook dat de immateriële schade daarin niet is verwerkt. Mm-hmm. Dat komt omdat eerst alle aandacht wordt gegeven aan het versterken van de huizen. Maar er wordt wel degelijk aandacht gegeven aan de immateriële schade. En dan in het bijzonder hoe mensen lijden, met name de gedupeerden, hoe zij in het leven staan. Ja. En die aandacht is dan niet zozeer met betrekking of vanuit het schadeprotocol, maar daaromheen zeer zeker. Ja, en u als predikant, kloppen er dan ook mensen aan bij u in de kerk, in de gemeente, voor pastorale steun ook rondom dit thema? Het is wel, kijk, ieder mens gaat daar op zijn of haar manier mee om. Mm-hmm. Er zijn mensen die zwijgen er liever over en er zijn mensen die gaan, die zijn er heel openhartig in. Maar ook bij ons in de gemeente zijn gedupeerden, ja. Ja, en toch dan uit zo'n onderzoek blijkt dat dan 5 mensen per jaar overlijden aan aan deze psychische klachten. Moet daar ook veel aandacht aan besteed worden, net als dat nu aan het verstevigen van de huizen gedaan wordt? Er mag inderdaad wel wat meer aandacht worden gegeven aan de stressgerelateerde gevolgen van de gaswinning, want die zijn groot. Ja, ja. Oké, dank voor uw toelichting. Liebrecht Hellinga vanuit het aardbevingsgebied in Groningen. Na alle commotie in Nederland om de jaarbijdrage van 13 miljoen euro aan de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen UNRWA in één keer over te maken, kwam de Europese Commissie gisteren met een nieuw assistentiepakket voor de Palestijnen. Het fonds van 42,5 miljoen euro is bedoeld om Palestijnse aanwezigheid in Oost-Jeruzalem te steunen en bij te dragen aan de opbouw van de Palestijnse democratie. In de studio heb ik Ruben Ridderhof, redacteur van Israël Actueel, de krant van Christopher Israël. Hallo. Hoi. Ja, opnieuw geld vanuit Europa naar de Palestijnen. Het gaat om 42,5 miljoen euro. Waarom gaat Europa dat nu opeens geven aan de Palestijnen? Ik vermoed dat het ook een beetje een reactie is op het feit dat Trump heeft gezegd, ik ga juist minder geld aan de Palestijnen geven. En dat Europa het grondig oneens is met de plannen van Trump of zijn kijk op de oplossing voor het conflict. En Europa houdt zich gretig vast aan de idee van een twee-staten-oplossing.
Ja. En probeert dat er eigenlijk door te drukken door dat op deze manier zo te ondersteunen met financiële impuls. Want wat wil Trump dan precies? Hoe ziet Trump de oplossing voor zich? Trump die heeft door dat de situatie van de afgelopen jaren, waarin werd gestreefd naar een twee-staten-oplossing, maar waarin feitelijk niets gebeurde en waarin de Palestijnen elke toenadering tegen hebben gehouden, dat niet werkt. En die wil juist die cirkel waarin de Palestijnen maar meer geld krijgen in de hoop dat ze een staat of gereedheid voor een staat opbouwen. Om ze juist onder druk te zetten door ze minder geld te geven, waardoor ze met spierballentaal of in die zin met harde maatregelen gedwongen worden om concessies te doen. Gewoon de geldkraan dichtdraaien, de ambassade naar Jeruzalem verplaatsen, wat natuurlijk voor de Palestijnen als een provocatie voelt. Ja. Zo wil Trump dat gaan bereiken, maar de EU die heeft dus zoiets van: laten we toch maar geld gaan steken in die democratie. Het is wat Trump nastreeft is natuurlijk echt een breuk met ook het beleid van de Verenigde Staten. Zoals dat de afgelopen jaren is nagevolgd. Vooral onder Obama is heel erg ook de Europese lijn gevolgd. En die breuk, daar gaat Europa liever niet in mee, lijkt het. En in plaats van dat ze Trump steunen hierin, gooien ze hun kont in de krip en geven ze nog eens wat meer geld uit om om het oorspronkelijke beleid kracht bij te zetten. Ja. Nu is er ook al onrust geweest hier in Nederland over de bijdrage van minister Kaag aan de UNRWA. Zij heeft het jaarbedrag, wat een bedrag van 13 miljoen, wat normaal gesproken in termijnen betaald wordt, heeft ze in één keer overgemaakt, omdat Trump dus die geldkraan dichtgedraaid heeft. Ja. Dat hebben meerdere landen gedaan. Waarom beslist zij zoiets? Kijk, het is in principe is die 13 miljoen is het geld wat Nederland sowieso zou geven. Of Nederland ook meer geld gaat geven dan wat het normaal al is toegezegd, dat hangt nog in de lucht. Dat is niet ondenkbaar, maar daarover zijn nog geen besluiten genomen. De regering van Trump heeft aangekondigd dat zij op het budget, het UNRWA, de vluchtelingenorganisatie van de Palestijnen, ontvangt jaarlijks vanuit verschillende donorlanden een budget van 1,2 miljard euro. En Amerika draagt daar ongeveer 350 miljoen aan bij. Dat is dus bijna een derde van dat budget. En Amerika heeft gezegd, wij gaan, en hebben ze in twee stapjes aangekondigd, we gaan 100.000 of iets meer dan 100.000 of 100 miljoen gaan we korten op dat budget. En Europa is bang, en dat is het hoofdargument wat tenminste naar voren wordt gebracht, dat onrust in de regio gaat creëren. Ja. Maar dat gaan ze dus bij voorbaat al, daar zijn ze bijvoorbeeld bang van. Ja. Dus ze hadden ook even kunnen wachten totdat misschien de maatregelen van Trump wel effect zouden hebben. Dat zou je denken, inderdaad. Ik weet dus niet in hoeverre andere Europese landen meer hebben toegezegd. Maar in ieder geval heeft de UNRWA aangegeven, nou, nu hebben we een nijpend geldtekort, zijn een grote fondsenwervingsactie gestart en hebben om meer geld gevraagd. En Nederland maakt dan nu de bijdrage die Nederland dit jaar zou geven versneld over. Die UNRWA, dat is de vluchtelingenorganisatie van de Palestijnen, die heeft steeds meer geld nodig. Omdat er ook steeds meer vluchtelingen bij komen. Hoe kan dat? Ja, kijk, toen Israël in 1948 werd opgericht, hebben de Arabieren Israël de oorlog verklaard. Toen is de onafhankelijkheidsoorlog uitgebroken. En tijdens die oorlog zijn een heleboel Arabieren zijn gevlucht die in dat gebied woonden. Dat waren zo'n 650 tot 700.000 vluchtelingen. En die zijn gehuisvest in kampen in Libanon, Syrië, Jordanië en ook in de Judea-Samaria, de westelijke Jordaanoever, wat toen door Jordanië werd bezet, en de Gaza-strook. En de VN heeft toen een organisatie in het leven geroepen, de UNRWA. En dat is een vluchtelingenorganisatie die apart staat van de van de UNHCR, die met alle andere vluchtelingencrisis in de wereld omgaat. En die hebben als definitie gezegd, Palestijnse vluchtelingen, dat zijn de vluchtelingen, maar ook hun nakomelingen. Dat is nergens anders ter wereld zo.
En daardoor groeit het aantal vluchtelingen. Dus de mensen die in 1948 vluchteling waren, al hun kinderen, kleinkinderen, die zijn nog steeds allemaal vluchteling. Worden gemarkeerd als vluchteling. Er zijn nu misschien nog 50.000 mensen over van de vluchtelingen uit 1948. Er zijn ook een heleboel mensen bijvoorbeeld geëmigreerd uit die kampen. En in Zuid-Amerika wonen heel veel Palestijnen. Ja. Maar de landen waar die vluchtelingenkampen in hebben gelegen, die hebben altijd gezegd, wij gaan geen burgerschap verlenen aan die vluchtelingen. Dus politiek wordt dat vluchtelingenprobleem in stand gehouden. En daarom hebben ze steeds meer geld. En dat groeit, ja. Ja. We praten straks even verder. Want iemand die de discussie in Politiek Den Haag met belangstelling volgt is voormalig Tweede Kamerlid en Israëldeskundige Wim Kortenhoeven. Goedenavond, meneer Kortenhoeven. Goedenavond. Ja, SGP-fractieleider Van der Staaij kondigde vorige week hierin uitgelicht een interpellatie aan met minister Kaag om duidelijk te krijgen waarom ze nou ineens zoveel geld heeft overgemaakt naar die UNRWA. Hij kreeg helaas niet voldoende steun, want de ChristenUnie stemde tegen. Ja, staat de SGP er tegenwoordig alleen voor als het om Israël gaat? Nou, niet helemaal alleen, want u heeft ook kunnen zien dat de PVV, het Forum voor Democratie en ook 50PLUS voor dat verzoek van Van der Staaij hebben gestemd. Maar men had één stem tekort om dat 30-leden-debat, interpellatiedebat inderdaad op de rol te krijgen. En dat is dankzij de ChristenUnie. Ja. En het is een verontrustend gegeven dat we zien de afgelopen maanden steeds meer afkalving van de traditionele pro-Israël rol van de ChristenUnie. Ja, en waarom zeggen ze dan niet veel duidelijker van wij willen hier helderheid over? Nou, dat doet men dan wel via een omweg. Want Joël Voordewind heeft bijvoorbeeld getwitterd en waarschijnlijk ook nog op andere manieren kenbaar gemaakt dat zij ook op dit punt de onderste steen boven willen hebben van mevrouw Kaag, van minister Kaag. Ja. Kijk, de ChristenUnie is natuurlijk ook niet voor dat dit gebeurt. Ook de ChristenUnie heeft in zijn programma al sinds jaren dag staan dat we moeten gaan praten over de UNRWA, waar net door u over werd gediscussieerd. Dat het orgaan is eigenlijk overbodig. Het is zelfs schadelijk voor het vredesproces en voor de integratie van de Palestijnen die ooit uit Israël zijn gevlucht. Ja. Dus men, de ChristenUnie wil denk ik wel iets doen aan al die problemen met Israël, maar ze zitten in die coalitie met hun handen op de rug gebonden en ze willen geen risico's lopen dat zij de coalitie opblazen. En dat is, vind ik, verontrustend. Je ziet dat de rechte rug die men vroeger had in de oppositie is nu geen rechte rug meer. Ja. En ik ken Joël Voordewind al heel erg lang en ik weet dat hij een fatsoenlijk politicus is en dat hij zeker op dit dossier die rechte rug graag zou willen hebben. Maar ik heb de indruk dat dat door anderen niet wordt toegestaan. Dank voor de toelichting, meneer Kortenhoeven. Ja, Ruben Ridderhof, nog even kort. Is er een Palestijnse obsessie in Europa? Als je de politiek van Europa bekijkt, dan lijkt het er niet echt op alsof ze heel veel om de Palestijnen geven. Ze willen heel graag een Palestijnse staat. Maar alle maatregelen die worden genomen lijken er ook op gericht om Israël eigenlijk in een kwaad daglicht te zetten. Wat de Palestijnen niet krijgen, komt door Israël. En dat is een voedingsbodem voor antipathie tegen Israël. En dat maakt het eigenlijk een obsessie niet met de Palestijnen, maar tegen Israël. Dus het is eigenlijk allemaal anti-Israël en niet pro-Palestijn? Nou, dat sentiment lijkt erachter te zitten. Het is natuurlijk ligt er niet heel dik bovenop. Maar ik vermoed dat er wel achter schuil gaat bij sommige politici. Ja, dank voor uw toelichting, Ruben Ridderhof van Israël Actueel. U bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.